Ja. Hoe laat is het? Bijna 10:45, antwoordt Maarten afwezig. Hij is verdiept in zijn iPad. Zit al de hele avond zogenaamd geroutineerd over het scherm te vegen met zijn leesbril op het puntje van zijn neus. Het apparaat is gloednieuw. 3 dagen geleden klonk een woeste schreeuw door ons huis. Maarten ontdekte tijdens het internetparkeren dat hij €250 in de staatsloterij had gewonnen. Na jarenlang investeren, eindelijk een prijs van formaat, hij aarzelde geen moment en besloot zichzelf op het elektronische hebbeding te trakteren. Sinds de aankoop is hij nauwelijks aanspreekbaar. Doe die iPad weg, schat. We gaan naar bed. Ik wil nog 1 keer seks hebben als 30er. Misschien kunnen we het wel 2 keer doen. We hebben tot 12 uur de tijd. Maarten kijkt verschrikt op en grijpt naar zijn leesbril die van zijn neus dreigt te glijden. Mam, zegt Kim vol afgrijzen, wil je dat voor je houden? Dit is goor, dit wil ik niet weten. Mijn man staart me nog steeds ongelooflijk aan. Je hoort het goed, zeg ik. Kim toetst iets in op haar mobiel. Maarten ontwaakt uit zijn trance. Niet op Twitter zetten, waarschuwt hij zijn dochter. Mandy vindt het ook goor, antwoordt Kim. Ik sta op en trek de tablet uit Maartens handen. Doe voorzichtig, zegt hij. Het scherm van een iPad is extreem gevoelig. Voor je het weet raakt het beschadigd. Ik zie die vette chipsvingers van je er nu al op zitten. Hallo, jij zit er constant op met je vingers. Ik heb mijn handen gewassen. Waar is de spray? Welke spray? De beeldschermspray. Maarten komt uit zijn stoel, loopt naar ons wandmeubel en trekt een paar willekeurige kastjes open. Er zal hier eens iets op een vaste plek liggen, zegt hij geïrriteerd. Oh, mag ik dit tweeten alsjeblieft mee, Kim? Brekend. Mijn moeder wil seks. Mijn vader maakt liever zijn iPads van. Zo kan hij wel weer, jonge dame. Ik probeer streng te klinken. Volgens mij heb jij deze week een wiskundetest. Oké. Ze wandelt de kamer uit. Hou het wel een beetje rustig straks. Dat soort geluiden trek ik echt niet. Die zondagochtendwip van vorige week was al erg genoeg. Gelukkig hoort Maarten haar niet. Hij rommelt in de keuken in een la. Die brutaliteit zal wel bij haar leeftijd horen. Aan de andere kant, op haar leeftijd haalde ik het niet in mijn hoofd om zoiets tegen mijn ouders te zeggen. En nu ik bijna 40 ben en nog steeds niet. Ik loop naar boven, doe een plas en spuit een geurtje achter mijn oren. Mijn kleren laat ik op de badkamervloer glijden. Alleen mijn slip en mijn BH hou ik aan. Als Maarten de slaapkamer binnenstapt, lig ik bevallig op mijn rechterzij op bed. Mijn man gespt zijn riem los en laat zijn broek zakken. Die spray is dus echt nergens te bekennen, zegt hij geërgerd. Ik zoek hem straks wel. Hij trekt zijn trui over zijn hoofd. Ik heb overal gezocht, hij is weg. Kan ik weer een nieuwe kopen? Dit is verschrikkelijk. Kim had gelijk. Hij zou liever zijn beeldscherm schoonmaken. Ik moet me niet laten ontmoedigen. Mannen hebben ook wel eens geen zin. Dat heb ik laatst in vrouwen. Gelezen, denk ik. Ja, gelezen. Soms heeft je seksleven oppepper nodig. Dat krijg je als je lang bij elkaar bent. Er stonden allerlei handige tips en trucs in om het tussen de lakens weer te laten spankelen. Jammer dat ik het blad naar het oud papier heb gebracht. Wist ik veel dat ik die tip zo snel nodig zou hebben. Het verrassingseffect speelde een sleutelrol, herinner ik me. Om de sleur te doorbreken moet je meer variëren en van je gezamenlijke routine afwijken. Maarten heeft onze gebruikelijke draad al opgepakt. Hij ligt bij me, zijn sokken nog aan en grijpt wat in mijn mintgroene sloggy. Hij duwt mijn lippen uiteen en steekt zijn middelvinger naar binnen met de achteloosheid van een verpleegkundige die een thermometer tussen de billen van de patiënt steekt. Zullen we doktertje spelen? Probeer ik. Hij zucht. Ik weet wat er aan de hand is, Yvonne. Het duurt alsof je het laatste uur geslagen heeft. Geloof me, dat is niet zo. Je wordt 40, daar voel je niks van. Morgen zal alles nog precies hetzelfde zijn als vandaag en overmorgen ook. Volgens mijn dochter zal mijn leven nooit meer hetzelfde zijn. Volgens mijn man verandert er niks. Beide opties klinken even tegenstrijdig en onaantrekkelijk. Bij Sloggy verbindt zich ergens ter hoogte van mijn dijden. Maar Maarten maakt aanstalten me te bestijgen. Hij neemt niet de moeite mijn borsten uit hun verpakking te halen. Ik trek mijn linkerknie op, schuif de hipster eroverheen en haal mijn linkerbeen door het pijpje om ervan om te doen. Het katoen onderbroek eindigt rond de enkel van mijn rechtervoet en zal daar gedurende onze grijper daar blijven hangen. Mijn echtgenoot pompt waardeloos in me op en neer. Zijn hoofd lijkt er niet helemaal bij. Zelfs
de standaard ophitsingen. Oh, geil schatje. En oh, lekker hoertje van me. Laat hij achterwege. Volgens de wekkerradio op mijn nachtkastje is het 23:04. Om 11:12 rolt hij zich van me af. Kwam je nou? Vraag ik aarzelend. Kim kan niet klagen over de geluidsoverlast. Ik heb het amper wat gehoord. Hij gaat. Het was heerlijk, schat. Ik nestel me tegen hem aan. Snijd zijn geur en probeer zijn hand in de richting van mijn onbeluchtige verlangen te laten. Maarten negeert mijn hint. Waar heb ik mijn iPad gelegd? Ik wil niet dat de kinderen eraan zitten. Hij trekt zijn arm onder me vandaan en komt overeind op het bureau. Zullen we samen douchen? Probeer ik liefjes. Ga ik door mijn knieën voor je. Het heeft iets onderdanigs en op om op binnen tegelijk om het geslacht van je man in je mond te nemen terwijl er warm water op je hoofd klettert en de laatste restanten inzeept van wat ooit zijn wederige haardos was. Ik was iets aan het installeren. Dat wil je nog even afmaken. Ga jij maar slapen. Morgen ben ik jarig. Het wordt een drukke dag. Ik slik. Voor zover ik me herinner is het de eerste keer dat Maarten een geheel belangeloos aangeboden partijtje orale verwennerij aan zich voorbij laat gaan. Over 3 kwartier ben ik 40. Met de vee van voorheen vond hij me verleidelijk. Oh ja, nog iets, zegt mijn man fronsend. Je krijgt dus een speciale verrassing van Jesper en Kim. Ik heb daar niets mee te maken, dat je dat vast weet. Om eerlijk te zijn vind ik het een raar cadeau. Maar goed, zij zijn ervan overtuigd dat je het geweldig zult vinden. Hij stapt uit bed, raapt zijn kleren van de grond, schiet ze aan en loopt de kamer uit. Na de abrupte exit van mijn echtgenoot hijs ik mijn sloggie weer omhoog. Ik val mijn handen achter mijn hoofd en slaak een diepe zucht. Maarten meende wat hij zei. Hij probeerde me niet op een dwaalspoor te brengen. Er klonk lichte irritatie in zijn stem. De kinderen hebben een rare verrassing voor me in petto. De witte langsnuitdolfijn die ik morgen hoopte te ontmoeten, blijft vooralsnog even onbereikbaar als Simon. Hij zwemt als het ware langzaam bij me vandaan. De dolfijn, niet Simon. Badderen met Simon, daar zou ik wel een arm voor willen offeren. Ik durf te wedden dat de winteraanbieding soppen met Simon een aanzienlijk grotere respons zou opleveren dan zwemmen met dolfijnen. Als ik een vrouwentijdschrift zou runnen, zou ik het wel weten. Mijn witte langsnuit schudt zijn feestmuts van zijn kop en gaat op weg naar een groepje soortgenoten dat verderop in het bassin duikt. Ze doen een wedstrijd wie het hoogste kan springen, zonder hoepel. Terwijl de muts verlaten op het water dobbert, kijkt mijn dolfijn nog een keer om, verontschuldigend bijna. Hij hoort bij hen, niet bij mij, soort zoekt soort. Ik knik begrijpend en laat hem gaan. Dat is wat je moet doen als je de 40 nadert. Loslaten. Al die hoge spannen verwachtingen doen uiteindelijk alleen maar pijn. Gij zult niet zwemmen met dolfijnen, nog met Simon. Voor de mevrouw komt ook Nick niet meer in aanmerking. 40, met de vee van verboden vruchten. Even voor 12 schrik ik wakker van het gepiep van mijn mobiel. Ik lig alleen in bed. Het berichtje is vast van Mona. Zij feliciteert me altijd als eerste. Wat een attente schat is het toch. Misschien eindigen we straks echt als 2 breekbare potjes samen in een bejaardenhuis. Yvonne, 40 is het nieuwe 30. Smarel. Morgenochtend lukt niet, sorry. Henriette heeft 2 gratis kaarten voor Wicked the Musical. Ik bel je nog. Moen.